tien over half vijf intussen alweer op deze donderdag. Nog één dag voordat het lekkere weekend is. Ja, en ik heb een gast in de studio, want al vanaf 1971 wordt in het historische vestingstadje Woudrichem jaarlijks het festivalweekend gehouden. En aan aanleiding daarvan heb ik vandaag in de show de heer Gerrit de Jode om meer over dit evenement te vertellen. Een hele goede middag hier. Ja, goedemiddag. Ja. Leuk om hier te zijn. Te mogen praten over datgene wat te wachten staat in Woudrichem. Ja, ik was ook heel erg benieuwd, want ik kom zelf wel uit de regio. En als ik dan aan het festival denk, dan denk ik aan vis op een of andere manier. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar dat is eigenlijk ook een beetje het enige wat ik eigenlijk weet. Ik ben er nog nooit geweest. Dat is dan in ieder geval een goede reden om dat dit jaar wel te gaan doen. Ja. Maar dat jij aan vis denkt is helemaal niet vreemd. Ergens in de oprichtingsstatuten, vele tijden her, staat ook geschreven dat wij de evenementen van het festivalweekend organiseren om zowel de historie als het rijke visserijverleden van Woudrichem levendig te houden. Dat doen we door de organisatie van die evenementen. En een van de grootste activiteiten tijdens dat festival, dit keer voor de 47ste keer op rij. Hè. Dat is 1971, 47ste keer. Even dat is lang. Ja, dat is lang. We maken is er niet een soort van generatiekloof ontstaan? Nou nee, helemaal niet. Want wat je gewoon ziet, en gekscherend noemen we dat ook wel eens vis verbindt. Ja. Wat je ook ziet is dat de bezoekers die voorheen, 47 jaar geleden, op een kleinschalige braderie voornamelijk uit Woudrichem kwamen. Ja, want hoe is het ontstaan vanuit het beginsel, zeg maar? Nou, in beginsel was het de Oranje Vereniging die uiteindelijk de schouders eronder heeft gezet met een aantal mensen om een jaarmarkt te organiseren in Woudrichem. Dat was, noem het bijna 50 jaar geleden, was de jaarmarkt de place to be. Dat was het evenement der evenementen in een klein dorp of stad. En uiteindelijk is dat door de jaren heen steeds verder uitgegroeid. Zijn er elementen bijgekomen. Ja. 21 jaar geleden alweer is het kampioenschap visbakken ontstaan. Ja. Op Hemelvaartsdag. Ja. En uiteindelijk 47 jaar later bakken we nog steeds. Maar bieden we ook een heel uitgebreid programma van hoe we het programma gaan we het dan zo even hebben. Even voor de mensen thuis. Wat is jouw rol binnen het team? Mijn rol is vooral manager van alles. Ergens in de statuten staat voorzitter van de club. Maar goed, uiteindelijk is het ook maar... Er moet iemand... De voorzitter. Ja, iemand moet het doen. Ik moet het doen. En achter de microfoon plaatsnemen of voor de microfoon, zo je wil. Maar goed, uiteindelijk is het ook zo. Op de dagen zelf zijn we met ongeveer 15 mensen aan de gang. En ik vind ook dat we met 15 man doen. Ja, dat is ook zo. Ik ben er wel enorm trots op dat we dat ook ieder jaar weer voor elkaar Top. Krijgen. Hoe lang zit je er zelf bij nu? Nou ja, dat is wel een leuke anekdote. Daar had ik onderlaat thuis aan de keukentafel over. Uiteindelijk, mijn vader Pieter Jode, samen met Henk de Kok, een van de bedenkers en oprichters van het kampioenschap visbakken. Ja. Allebei ook vanaf het begin al actief bij dat festivalweekend. Uiteindelijk Henk de Kok, enkele jaren heroverleden. Mijn vader definitief gepensioneerd, maar nog wel een belangrijke vraag. Adviseur? Ja, zeker, absoluut. Ja, goed, 47 jaar ervaring moet je nooit overboord worden. Nee, absoluut. Maar wat een heel erg leuk moment was, een aantal weken geleden, mijn jongste dochter is 6. En die zat mij netjes te helpen met het plakken van stickertjes op enveloppen. En die zijn er ook helemaal in mee. Dus overigens ook de dame op de voorkant. Kijk, dat lieve mensen. Een beetje het beeldmerk van het festival. Oh. En toen vertelde mijn vader het verhaal van... Ja, nou, maar ik weet nog dat jij als 6-jarig mannetje... Ja. Aan zo'nzelfde keukentafel die stickertjes op die enveloppen zat te plakken. Dus dat, wat dat betreft is dat... Het zit wel in de familie. Ja, het zit erin. Het is bij de paplepel eigenlijk ingegooid. Ja, absoluut. Ja, we weten niet beter. En zien we ook mijn broertje. Je bent er zelf ook zelf eigenlijk automatisch ingegroeid dan. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Dat is wel grappig. En het is wel heel erg leuk om te zien dat je generatie op generatie ook het enthousiasme overneemt. Ik zie dat nu aan mijn broertje, een stukje jonger dan ik, 18 jaar. Maar ja, die nu ook zo langzamerhand begint en wat taken oppakt en overneemt. En dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat in het kader van, je bent nu al 47 jaar bestaat het al. Ja. Het kan ook niet anders als het op die manier niet overgenomen wordt natuurlijk. Nee, goed, wat je wel ziet gebeuren, ook met de groei van de evenementen, is ook enorm belangrijk om ook samen te werken met andere verenigingen, stichtingen. Dat zien we dit jaar dan ook weer gebeuren. Het Stadskidsengilde, wat her en der de schouders onder de zaken zet. Al enige jaren een hele sterke samenwerking met het Visserijmuseum rondom de oude ambachten die we brengen op Hemelvaartsdag, maar ook het Levend Museum op de zaterdag. Ja. En dat Levend Museum, wat houdt dat precies in? Dat is eigenlijk de opening van het museumseizoen. Het Visserijmuseum zal ook geopend zijn. Een van de activiteiten tijdens het festivalweekend. Maar buiten en rondom het museum
Ja, vind je daar ook weer oude ambachten? Krijg je uitleg over de historie? Ja. Kun je zelf ook daadwerkelijk touw slaan? Je kunt zien hoe vroeger de netten gedaald werden. Het is een interactief museum, zo moet je dat zien. Nou ja, goed, laten we het straks even over zo meteen verder over de programma inhouden. Prima. Ja, want het is 4 dagen. Ja, 4 dagen, klopt. Okay, ja. Ja. Wat ik me ook afvroeg, is er nog zoiets als een prins of prinses voor het festival? Of? Nee, goed. Wij zeggen altijd, onze prinsen en prinsessen zijn voornamelijk de deelnemers aan het Woerkerskampioenschap vismaken. Ja. En dat is zeker belangrijk om te nadrukken. We zorgen ook goed voor ze, vinden we zelf. En dan krijgen we dat, dat vinden ze zelf ook. Ja, dat vinden ze zelf ook. Dat krijgen we heel vaak terug. Het enthousiasme wat je dan aan het begin ook ziet. En de complimenten en de reacties die je krijgt achteraf. Het is echt wel een Woerkers dingetje. Hè. Het is niet zomaar die wisseltrofee. Dat is toch wel. Ik weet dat Jan Bouwhuis, de kampioen van vorig jaar, op dit moment. Misschien nog net niet zit te knuffelen met zijn trofee. Maar we komen hem echt ophalen, Jan, als je luistert binnenkort. Ja. Maar goed, zij maken natuurlijk wel het evenement. Ja. Ze richten de stands in. Het zijn bijna museumpjes op zich. Halen alles. Het is uit allemaal gecentraliseerd zo in de binnenstad, in het centrum? Ja, in de historische vesting van Woudrichem. En dat maakt. Het is wel een mooie entourage ook eromheen. Ja, dat is het ook. En dat is de mazzel die we hebben met alles wat we doen. Niet alleen wij, maar ook andere activiteiten. Je hoeft niks te doen aan decor, want dat heb je al. Dat heb je al. Bijna 5:10 op deze donderdagmiddag. En in de studio live Gerrit de Joden, de voorzitter van het 47e festival weekend Vesting Woudrichem. We zijn er bijna klaar voor. Je moet nog een week, denk ik. Hè? Ja, inmiddels begint het bij ons al wel de adrenaline wel te stijgen in de voorbereidingen. Ja. Wanneer start je eigenlijk met de club, zeg maar, aan voorbereiding? Nou ja, gekscherend zeggen we wel eens tegen elkaar. We starten alweer met de voorbereidingen van volgend jaar als de vislucht nog niet opgetrokken is. Maar goed, we nemen een break van een paar maanden en zo rond november beginnen we toch al wel weer voorzichtig aan na te denken over het indienen van de vergunningsaanvragen en al dat soort zaken wat erbij komt, het uitnodigen van je deelnemers. Ja. En is er ook zoiets als muziek? Iets met visserijkoren, begreep ik? Ja, dat klopt. Dat is ook een vast onderdeel tijdens het Woerkerskampioenschap visbakken op Hemelvaartsdag. Ja. Dus dat we doorlopend op 3 verschillende podia 4 visserskoren brengen die alle in. En die komen uit de landen of uit de regio? Of? Traditionele getrouwen komen die uit de regio. Ja. Oké, okay. Nou, dat is alleen maar mooi, toch? Ja, dat is hartstikke gezellig. Hè? Dat hoort erbij. Hè? Ja, zeker. We hadden het net over de precieze datum. Van het festival? Ja, het totale festival vindt plaats van 24 tot en met 27 mei. Okay. We starten volgende week woensdag om 1 uur. Waar start je mee? Met de kermis. Met de kermis? Ja, die zullen om 1 uur openen. Aftrap. Ja, die zal ook open zijn gedurende het hele festivalweekend. Ja. En uiteindelijk zal daar het schuifje, zoals jij dat ook wel kent aan jouw kant van de knop, rond 12:00 s'avonds weer dicht gaan. Maar ook betekent dat we daarmee gelijk het einde van het festivalweekend hebben. Okay. En neem even mee, de eerste dag dan. Dan hebben we dus de kermis. En wat is er dan de eerste dag nog meer te doen? Nou, de eerste dag vinden er rondleidingen plaats door de vesting Stadsgidsengilde. Je ziet gebeuren dat de camping vol loopt, de jachthavens beginnen vol te stromen. Dat is wel erg leuk. Je voelt het braaien zoog. Je voelt dat het begint te komen. Ja, 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 ja. En wanneer is eigenlijk, zeg maar, het hoogtepunt voor jou voor het festival? Nou, het hoogtepunt waar we jij weer naartoe leven is de prijsuitreiking uiteindelijk rond 17:30 door burgemeester Noordegraaf. Maar voor mij als bezoeker? Ja, voor jou als bezoeker, wat je zeker niet mag missen, zijn het kampioenschap visbakken, de jaarmarkt en dit jaar ook voor het eerst de First Dutch International Sint Eelskif. Ik heb er ook gezien, regatta. Oh, een regatta? Jazeker. Dat is nogal wat. Ja, in samenwerking met watersportvereniging Woudrichem voor het eerst dat een dergelijke regatta georganiseerd wordt op de afgenomen Maasterhoogte van Rijswijk. Is dat internationaal? Ja, dat is internationaal. We gaan een hoop teams ontvangen uit Schotland, uit Engeland, Ierland. Kun je die allemaal wel kwijt daar in Woudrichem? Ja, goed. We rekken de vesting en de plek er rondom altijd een beetje op. Er ja, maar het lijkt me toch. Ja, die mensen moeten toch allemaal een plekje hebben. Voor die mensen, de deelnemers in de regatta, worden tijdelijke camping ingericht ter hoogte van de Maasdijk. Maar laten we eerst even teruggaan naar de donderdag. Want daar waren we gebleven. Mm-hmm. Het 21e Woerkomstkampioenschap visbakken. Ja. Ja, dat is dermate uniek. Vind je ook nergens anders dan in Woudrichem. Nee. En wat je daar beleeft op het moment dat je die vesting binnenkomt lopen of vislucht.
Ja, natuurlijk sfeerslucht. Maar de sfeer die je daar gaat ervaren, ja. van de rokende houtkacheltjes, heel veel deelnemers. En bakken de vis nog echt op de oude houtkacheltjes van weleer, zoals ze dat vroeger in de visserijtijd op de boot ook deden, op de zalmschouw moet ik zeggen. Het zijn de klanken van de koren, het is weer die grillige karakter van Je van gaat een beetje terug naar het verleden ook een beetje. Ja, maar het is ook echt... Allemaal ook in klederdracht? Ja, heel veel. Ja. Okay. Heel veel stands zijn ook echt ingericht als mini-musea. Ja. Ja, het is echt een feest van ontmoeten en even terug. Even terug naar het visserijverleden voor één dag in het heden. En dat gebeurt allemaal op donderdag? Dat gebeurt op donderdag, ja. Op vrijdag vinden er in en rondom de vesting nog wat activiteiten plaats. Rondom de ontvangst van de deelnemers aan de regatta. Ook zijn er weer mogelijkheden om rondleiding door de vesting te boeken bij het Stadsgidsengilde. De kermis zal weer geopend zijn. Tussendoor een beetje een balansdagje om ons weer op te maken voor de tweede grote dag. De zaterdag. Waar we op zaterdag 27 mei, maar weer voor de 47ste keer, een mooie gevarieerde jaarmarkt weten te brengen. Ja. De kinderrommelmarkt, wat ook traditie is in Woudrichem. En een uurtje of 4, 5 hoor je de eerste kindertjes al met potten en pannen richting de Molenstraat in bollenkarretjes lopen. Ja. Een plekje zoeken. Een en al gezellig. Ja, het is gezellig. Ja. Het klinkt in ieder geval heel gezellig, Gerrit. Nou, Gerrit, volgens mij heb je alles verteld. Ik denk dat we rond zijn. Okay. We gaan ons opmaken voor. Ik wens je in ieder geval een fantastisch weekend, kerel. En het klinkt zoals jij het vertelt, nou, dan moet het fantastisch zijn. Nou, dankjewel. Dan heb ik in ieder geval het enthousiasme op jou over willen brengen.